Losse Benzie, Berikse Begapers, en Olij van Uncharted 3, Drake's Erection. Dat stond in de comments, iemand zei, Rick zegt Drake's Erection. Nou man, graag gedaan. We hebben deze puzzel als het goed is opgelost. En dan gaan we door naar de volgende puzzel. En ik heb gewoon het antwoord opgezocht op YouTube, omdat ik een sukkel ben. En dan maak ik anders waarschijnlijk een hele video mee bezig. Want de volgende puzzel is moeilijk. Ik vind dat we deze redelijk goed hebben opgelost eigenlijk. En ja, wat ook weer meer. Oh ja, die ring. Dat was de vorige aflevering of twee afleveringen geleden. Zag je dat Elena een ring had en het probleem daaromheen. Het bleek dus dat na Uncharted 2 zijn Drake en Elena getrouwd. Alleen ze zijn uit elkaar gegaan. Omdat Drake die wou eens nog verder op avontuur. En Elena deed ze van nee, dat moet je niet doen, dan ga je dood. En ja, hier zijn we dan weer met z'n allen gezellig. Kijk. Ik vind het fantastisch. Gewoon lekker lichaamsdelen op stokken. Dit is echt zo'n puzzel dat je denkt, what the fuck. We gaan dan lekker hierin. Ja, ik heb deze puzzel even opgezocht, want anders waren we hier sowieso een hele aflevering mee bezig. Voor de rest heb ik niks gezien. Ik dacht alleen even deze puzzel opzoeken, want hij is vastkut. En ik had gelijk. Aansteken van Sully. Tada. We hebben nu een mooie lantaarnpaal, lens, lampen, cool ding. Yeah. En die zijn we kwijt. Ik kan niet meer terug in ieder geval, dat ik de puzzel gehaald heb. Dat is altijd jammer. Altijd jammer. En wat je moet doen, is je moet ervoor zorgen dat je een schaduw krijgt, zodat die man daar neergestoken wordt. En dat doe je ongeveer zo, zie je dat? Dit moet een mannetje worden hier zo, waar ik nu bij sta. Zie je dat? Dat is natuurlijk zo. Oh ja, hier zo, kijk. Ik denk dat we hem hebben zo. Kijk, dat gaat lekker snel als je... Lang leven YouTube! Lang leven YouTube! Hey! Maar kijk, anders had ik echt geen idee dat ik dit moest doen. Dus was ik waarschijnlijk echt een kwartier bezig. En dan had ik het alsnog opgezocht op YouTube. Dus ja, graag gedaan kijker. Bedankt me later. We zijn 1 minuut 45 bezig en hebben de tweede puzzel gehaald. Hey! Tada. En ja, wat er nu gaat gebeuren is voor mij een raadsel. En voor jullie ook. Aan mijn trap kom je terug, dat is altijd fijn. En jullie maken je zorgen, sukkels. Waarom maken jullie nou weer zorgen, joh, mafkezen? Zo. Oh, was dat water net ook al? Ja, toch? Ja, toch. Oké, nu kunnen we denk ik naar de mainkamer. Yes. Hallo daar. Ah, dank je. De eerste deur is inderdaad open. Ik ga trouwens geluid iets harder zetten voor jullie. Ietsjes harder. 50% zet ik hem op. Zo, zie je dat eigenlijk? Ja, je ziet een heel klein beetje iets onderin en je ziet nu mijn muiscursor. Dat is tenminste het programma waarin ik dus mijn recordprogramma afspeel. Ik speel het gewoon echt op mijn PlayStation 3. Alleen ik geef hem weer op mijn computer, zodat ik hem op kan nemen. Hij lijkt maar tot hier te zijn gekomen en toen is hij weer naar huis gegaan. Wie? Neven? Of Drake? Ja. Dingetje? Ja. Heb je wel eens afgevraagd waarom? Nee. Wat bedoel je? Natuurlijk niet, joh, mafkees. Oh, wat is hij te doen? Ik zag, ah, een toorts, altijd leuk. Oh, moet deze boren met een toorts? Oké, okay, cool. Ta-ta-da-da! Steep maar aan, Drakey! Voilà, petit! Ook allemaal mooie lichtjes, zeker of niet soms? Ah, prachtig. Mooie sterrenhemel. Krijg nou de kleren. Krijg nou de kleren. Nou, ik heb al hele mooie kleren, hoor. Ik hoef jou gratis kleren niet. Ah, zo boven, zo onder. Daar zit hij nog steeds in dat hoofdstukje. Oh, cool. De Arabieren gebruikten de sterren om door de woestijn te navigeren, zoals op de oceaan. Dat is pittig awesome. Dus je kunt met deze sterrenbeelden de verdwenen stad vinden? Nee, denk het niet. Met een sextant zeker? Een sextant, mooi woord. Het woord seks zit erin. En ik maar denken dat je al die tijd zocht naar de bananenbar. De wat? Laat maar zitten. Hey, denk je dat je dit kunt onthouden? Nee. Ja, maar... Echt waar? We kunnen het niet opschrijven, denk je niet? Nee, dat zou ik echt niet doen. Hé jongens, moet je zien. Oh god. Oh, mooi, een beetje gezicht in de muur. Kan geen kwaad, kan geen kwaad. Nou, dat is een vrolijke boel. Inderdaad, Rake. Hoor je dat? Nee. Uh-oh. Oh nee. Wacht, wat is dat? Weg bij die muren. Hou die fakkel vast, knul. Oh. Oh nee, oh gossie. Oh shit. Oh god, oh god, moet ik doen. Druk op vierkantje om de fakkel te zwaaien. Aan de kant, ik ben Drake. Ik heb mijn eigen computerserie, spelletjes, ding. Alleen dan voor de PlayStation, wat in principe niet echt een computer is, maar je noemt het wel een computerspelletje ongeveer. Een game. Ik heb mijn eigen game, yo. Aan de kant, bitches. Aan de kant. Even kijken, waar moet ik nu heen? Ja, dat ziet eruit, dat ziet waar ik heen kan. Hoppakee, aan de kant. In irritante insectenwezens. Aan de kant voor mijn
15.000 abonnees. Ik hoop snel 16.000. Dat zou best wel cool zijn. Dus als jullie aan de kant zouden willen gaan, dat zou ook best cool zijn. Ik heb een lasagne wachtende in de magnetron. Dat is echt waar. Ik ben momenteel lasagne aan het eten, dus ja. En die zit in de magnetron. En ik laat hem even afkoelen een kwartiertje. En dan ga ik hem opeten. En dan vertel ik jullie de volgende aflevering hoe lekker mijn lasagne was. Dat is een goed idee. Moet u wel de video liken. Bij de 200 likes. Want Uncharted krijgt vaak niet zo heel veel likes. Uncharted is vaak wel een serie die in vergelijking met andere series niet zo vaak bekeken wordt. Maar ik doe het gewoon omdat ik het zelf leuk vind. En dat is het belangrijkste van YouTube. Doen wat je zelf leuk vindt. Dus ik moet even de deur beschermen. Bij de 200 likes vertel ik jullie hoe mijn lasagne was de volgende aflevering. Ik weet niet of ik daadwerkelijk de 200 likes heb gehaald, want ik neem ze bijna achter elkaar op. Dus ik ga ervan uit dat ik ze heb. En anders dan, jokes on me. Dan hebben jullie me goed in de maning genomen, zeg. Oh, Rick. Ik heb helemaal, je had helemaal geen 200 likes, joh, mafkees. Maar ja, het zou wel leuk zijn. Op 2000 likes. Dan vertel ik ook hoe het toetje was. Wat ik niet eens heb, waarschijnlijk. Dus, oh, ik moet even allemaal pakken, zo te zien. Dankjewel. Kom op. Er werden trouwens mensen boos door de cutscenes heen praten. Ja, dan moet je niet mijn serie kijken. Dat krijg je dan helemaal gratis bij, door de cutscenes voor je heen praat. Als je het niet leuk vindt, dan moet je dus maar eventjes een serie kijken met zonder commentaar. Dat ze gewoon puur gameplay doen. Plus cutscenes. Van allemaal dode beestjes van het plafond. Hallo daar, wil je even aan de kant? Alsjeblieft. Ga weg. Waarom ga je eigenlijk die kant op? Bam! Aan de kant, sukkels. Open even die deur, please. Waar wacht ik nou eigenlijk op? Waarschijnlijk ga ik pas verder als mijn ammo op. Dus ik kan beter al snel mijn ammo opschieten. Dat weet ik niet zeker. Daar kan ik het fout op hebben. Maar dat klinkt best wel logisch. Poep, poep, poep. Nee, waarom? Goed zo. Ik heb geen ammo meer. Ik heb, oh, poeh. Zo voorspelbaar. En we zijn er weer. Wat hebben we eigenlijk geleerd? Oh, we hebben de kaart gezien. De sterrenkaart. Dus dat is mooi. Chill. Ik heb mijn buik vol van die klote spinnen. Die klote spinnen beginnen inderdaad irritant te worden, Salven. En wanneer ging je dat mij vertellen? Niet. Hey. Moet je zien. Wat? Wat is er, jongen Drake? Oh, mooie tekst op de muur. Altijd handig. Laat u niet verleiden door de schoonheid van de wereld. Oké. Okay. Waarom is het in het Engels? Dat is apart. Het is de droom van de dromer. Een spiegeling van de woestijn. Zo mooi! Zulke mooie quote! De beker des doods is gevuld voor u. Ah, dat is leuk, dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Het is allemaal in het Engels. Dat zei ik ook al, ja. Het is vast van Drake. Oeh. Oké, dus als ik het goed begrijp, zeilt Drake duizenden mijlen op zoek naar het Atlantis van de woestijn. Uiteindelijk komt hij hier. En dan vindt hij iets wat ervoor zorgt dat hij omdraait, naar huis gaat en al het bewijs van zijn reis verbergt. Ja. Ja. Maar jij gaat gewoon verder, of niet? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Mooi boy. Waarvoor? Voor schatten? Nee. Sally, hij luistert naar jou. Hou hem alsjeblieft tegen. Ja, Sally, alsjeblieft, doe iets. Hou me tegen, Sally. Hou me tegen dan. Helena, kom op. We maken een geintje. Luister. Je hebt gewonnen, oké? Heb ik gewonnen? Je bent er te slim af. Nou. Je weet waar de stad is. We zijn pas halverwege deze game, dus ik denk het niet. Ik geloof dat deze game iets van 30 hoofdstukken heeft. En we zitten misschien op 12, 14, 15, ergens in die richting. Ergens tussen de 10 en de 16 in. Dus we zijn er nog niet. Nou, ga er maar achteraan, Sally. Chamer. Oké, wat nu dan? Gaan we weg? Oké, dan. Cool. Later, tempel. Check je later, yo. Heb ik een shotgun bij me? Oh, cool. Met volledige ammo. Dat is altijd fijn. Welke kant gaan we nu op? Gaan we deze kant op? Ik heb geen idee waar ik vandaan kwam. Ik heb alweer 2 of 3 weken geen Uncharted 3 meer gespeeld. Jammer genoeg. Ik moet deze game echt even wat meer gaan spelen. Want deze game is zo fucking awesome. Oh, wat doe ik eigenlijk? Hoe kom ik eigenlijk omhoog? Want we zijn toch naar beneden gevallen? Toch? Ja, dat is een ladder. Oh, wat? Ik buk! Oh, je kan niet eens bukken in dit spel. Ja. Komen ze naar beneden met van die... Oh mijn god, ik wou net zeggen. Komen ze naar beneden met van die touwtjes? Ik zie geen ene zak. Dat is niet zo mooi, hè? Ik zie daar een boef. Sorry. Oh nee! Een granaat! Rol! Oh, waar is Ricky nou, hè? Bam! Je bent dood, boef.
Jammer voor jou dan, vriend. Ik vind het wel fijn dat ik een shotgun heb. Uncharted begrijpt mijn gevoelens. Jammer, boef. Hotstuk idee. Oh, vet, een AK. Dat zal wel fijn zijn, ja. Voor de verandering neem ik een keer de AK. Is dat een boef? Dat is een boef, ja. Is dat ook een boef erachter? Of is dat is Elena. Sorry, Elena. Kan de beste overkomen. Oh, kut, nog meer boeven. Kut, kak. Ik ben niet dood. Ik wil niet dood. Ik wil gewoon tonijn op mijn brood. Tonijn op mijn brood. Ik wil niet dood. Tonijn op mijn brood. Ik wil niet dood. Tonijn op mijn brood. Jij gaat dood, vriend. Je hebt het verdiend, vriend. Kut. Snel aan de dekking. Oh nee, hij leeft nog. Ik dacht dat hij dood was. Zo. Gaat beter. Oh, wat ga je naar de grond verkrachten dan, vriend? Ben je dood? Ah, jij bent wel dood, ja. Ik vind jou wel dood uitzien eigenlijk. Oh, het is een boefje met een lekkere bepansering. Altijd leuk. Dat zijn de leukste, gezelligste, stoerste dieven altijd. Maar hij heeft waarschijnlijk wel een shotgun, dus hij... Oh god. En een... Oh god, ik rol weg. Rol weg voor je probleem. Oh mijn god. Poep. Daar kon ik niet echt heel veel aan doen. Oh, kak. Ik heb tenminste wel mijn shotgun weer terug. Die is denk ik wel beter tegen die mensen, dus ja. Ik kan het beter even houden. Oké, dit lukt me wel. Zo. Eerste death confirmed. Hoppakee, dat is twee. Het is wel heel handig, ze kunnen heel makkelijk mensen spawnen in die rookmist, / mistwolk. Dus ja, dat is wel slim. Ze kunnen gewoon zoveel enemies in het midden spawnen als ze willen, zonder dat het raar is. Dus je kan ze toch niet zien. Hopla, is hij dood? Ik hoop het. Daar is die gespierde vent, of niet soms? Ja, daar heb je hem al. Oké, kakpoep. Nee, niet om te schieten terwijl ik aan het vechten ben, dat is zo lullig. Yes, oké, hij ligt. Even rollen. Rol voor je leven, Rick. Even hierachter staan. Leeft die gespierde man nog? Oh, hij is dood. Dat ging best snel. Oh god, dat is die andere. Oh, hij is wel zijn petje ook kwijt. Dan is hij meestal bijna dood in het algemeen. Waar de fuck is mijn shotgun? Waarom ben ik mijn wapen kwijt? Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom heb ik geen wapen? Ik krijg gewoon nog een shotgun. Heeft hij zelfs mijn wapen uit mijn handen geslagen? Dat vind ik lullig. Pak even een wapentje op als je het niet erg vindt. Ah, mijn afgeslagen shotgun. Daar is hij weer. Hallo, boeven? Daar zijn de boeven. Ik zie maar niks. Verdurie. En verder laden natuurlijk. Klik klak, motherfucker. Klik klak, Ralf Makkenbach. Klik klak. Klikkerdy klak. Wow. Je ziet gewoon de rook dood. Sterf, rook, sterf. Zo, even lekker deze kant op. Zijn er nog boeven die dood willen? En daar is een boef die wel zin heeft in een pak slaag. Oh, dat ging lekker makkelijk. En nog andere boeven die er zin in hebben misschien. Auw. Auw, dude, ik heb ook gevoelens, man. Even laaien. Even hierachter gaan staan. Waar zit je dan, hè? Kom dan. Laat je laffe gezicht zien. Ah, oh, daar zit er eentje. Dat zie ik heel goed. In de mist. Zo. Ga eens dood. Oh, is hij dood? Hij lijkt dood. Was dat hem? Ik hoop het niet. Ah, de rook is weg. Dankjewel. En hoe zouden we dat moeten doen? Dan vraag ik me ook af. Ik geef je een setje. Oh, de sas. Oeh, mijn god. Dat is een gezellig wapen. Oké, mag ik omhoog? Oh, daar ben je. Sally. Paas met setje, bro. Oh, sorry. Aan de kant. Dankjewel. Klimmen, Drake. Klimmen. Oh, dan moet ik... Oh, wat. Ik snap, man. Dan moeten we hier zo en dan een beetje zo naar binnen. Ja, dat is allemaal wat te doen. En dan heb ik de ladder en die moet ik waarschijnlijk naar beneden trappen of zo. En anders... Oh, kak. Hey, wat doe ik... Drake, wat doe je, man? Doe maar met je leven. Wat doe ik? Ah, beter. En dan pak je dat, ja. En heb je de ladder. Mooi. En dan komt de ladder. Tjaka. Nou, jullie mogen ook naar beneden. Graag gedaan. Vrienden van het goede leven, ook jullie mogen naar beneden. Klim. Zijn jullie nog gemene boeven of valt het mee? Bedankt. Ah, mooi. Kun je niet mee de straat op? Natuurlijk. Ja, moeten de wapens weg? Sorry, wapens. Natuurlijk wil je het graag. Wapens zijn fantastisch. Ah, oh, mag weer eens niet lopen en koprollen maken. Kom op, ik bedoel rennen. Kom op, rennen en koprollen maken is waar Uncharted om draait. Dat kun je niet van me afpakken. Nou ja, eigenlijk hebben we het spel zojuist gedaan. Verdurie. Oké, hierboven. Deze kant op. Kom eraan, bitch. Oh god, nee. Is zo'n pijltje... Oh, fuck. Shit gaat naar beneden. Weg. Oh, nee. Oh, Drake, nee, niet doen. Rustig, help. Nee, oh god, dit gaat helemaal vernietigen. We gaan echt color style. Zet gif in. Wat? Kom, we moeten hem hier wegkrijgen. Nu gaat Drake natuurlijk wegrennen. Oké. Nee, we willen help.
helpen. Ga weg! Ga weg! Oh god, Drake, wat doe je, man? Ga geen domme dingen doen. Nee. Ren, Nate, ren! Oké, nou moet ik dus gaan rennen terwijl ik helemaal onder de druk zit. Wew, I'm tripping balls, man. Nou, bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet deze video te liken als je hem leuk vond. En voor mijn lasagne review de volgende aflevering. De volgende aflevering gaan we hartstikke hard aan de drugs zitten. Dat zal ze zien. We gaan lekker trippen. Vergeet deze video te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!